Ik wil graag een zintuigelijk desoriënterend labyrinth maken. Waar je als publiek zelf doorheen loopt. Ik denk, als het lukt, is de lab een uitnodiging om ook jezelf opnieuw te ontmoeten. Het labyrinth spreekt voor zich, dat is de vorm die het heeft. Maar ik zie het ook als een laboratorium, omdat de lab zo'n ander voorstel doet. Dat het publiek, als het ware als lab rats, naar binnen wordt gestuurd. En met nieuwe kennis of nieuwe inzichten weer naar buiten komt. Ik geef ingrediënten en een handleiding voor hoe het werk te betreden. En dan is het aan het publiek. En ik doe een uitnodiging om opnieuw jezelf tot jezelf te verhouden. Maar weet dat het niet de bedoeling is van het werk dat je het betreedt en je daarna wijzer bent, slimmer bent, iets nieuws hebt ontdekt. Maar misschien wel dat je jezelf minder bent gaan begrijpen. Of de wereld om je heen minder goed kan construeren dan daarvoor. En let goed op wat er dan gebeurt in jezelf en waar je dat kan brengen.